Welkom bij een nieuwe aflevering van Almere City TV, het tweewekelijks programma waarin we gaan terugblikken op de week die achter ons ligt en vooruitblikken op de week die voor ons ligt met uiteraard de thuiswedstrijd in het Jammerstadion. Aanstaande vrijdag is Almere City FC Den Bosch in het Jammerstadion en met mijn twee gasten hier vandaag aan tafel, algemeen directeur John Bes en algemeen directeur van SNS Online Marketing, SNS Online Solutions moet ik uiteraard zeggen, Robin Sluiter, blikken wij vooruit op die wedstrijden. Maar eerst wil ik nog eventjes kort met jullie terugblikken op het weekend, want naast dat ik jullie veel door de week zie, zag ik jullie afgelopen zaterdag ook nog eventjes. Strandfestival Zand hadden wij de kick-off van de Business Club. Leuk gehad, John? Ja, supergezellig. Erg goed georganiseerd, sowieso het festival zelf, denk ik. En we hadden een mooie kick-off van de Business Club. Dus leuk om iedereen daar weer te zien in een ook totaal andere setting. Dus geslaagd. Zeker. Robin, jij was er natuurlijk ook als business partner van Almere City bij. Kick-off van de business club seizoen. Veel mensen weer kunnen spreken. Gezellige zeker. Sfeer. Ja, zeker. Was leuk. Uiteindelijk best wel veel mensen ook, moet ik zeggen. Van de business club. En de setting was leuk. Was gezellig. In het strand. Op het strand. En superleuk. Goed om te keer horen. Wat anders. Keer wat anders dan inderdaad. We doen dat bij Almere City uiteraard graag net even iets anders dan dat reguliere businessclub bij andere betaald voor organisaties dat misschien doen. Dus we kunnen spreken inderdaad van een geslaagde kick-off hopelijk. En dan hopelijk daar ook een mooi businessclubseizoen van. Voordat ik met jou verder ga, Robin, wil ik heel eventjes kijken naar het filmpje dat vlak voor de thuiswedstrijd tegen Top Os is uitgekomen. Met de bekendmaking van SNS Online Solutions als shirtsponsor eerste periode. Prachtig aankondigingsfilmpje, ja, mooi, volgens mij gemaakt door de mannen van Ali Live uiteraard. Absoluut. Goed geslaagd. Hè? Zeker weten. Ben jij nog veel betrokken geweest bij de totstandkoming van dit filmpje? Zeker weten. Ja zeker. Er werd een script gemaakt vanuit de club en samen met Ali. Ja. Daar gingen die wat heen en weer. Uiteindelijk is er een script naar ons toe gegaan. Daar hebben wij wat feedback op gegeven. Eerste beelden zijn gedeeld. Daar wat feedback over heen en weer. En uiteindelijk is dit filmpje tot stand gekomen. John, neem ik aan, ook trots als je naar dit filmpje kijkt. Ja, super toch? Hele mooie aankondiging. De kwaliteit spat er vanaf. Ja. De spelers die kunnen ook van alles, dat zie je. Dat meerdere markten thuis. Waren dus, acteurs, ja. Ja hoor, nee, erg mooi. Goed leuk geslaagd. Zien, inderdaad. Robin, jullie staan dit jaar voor het vierde seizoen op rij op de borst van het thuis- en uitshirt uiteraard in de eerste periode. Ook bij de voorbereiding hebben jullie logo al op de borst zien staan van het nieuwe thuisshirt en het nieuwe uitshirt uiteraard. Waarom zijn jullie eigenlijk al zo lang in die zin aan de club verbonden en dan vooral ook op het shirt? Nou ja, het voelt gewoon heel goed. De allereerste keer, weet ik nog goed, gebeld werd door Wouter met de vraag of wij shirtsponsor wilden worden. En zeker toen had ik nooit gedacht dat wij in de positie zouden kunnen komen om zoiets te kunnen realiseren. Nou, dat is zo goed bevallen dat eerste jaar. Natuurlijk met een paar coronajaren her en der, die overigens ook heel goed bevallen zijn. Hebben we nu weer een mooi jaar tegemoet met een nieuw shirt, goed team. En samenwerking wordt steeds intensiever. Dus voor ons een absolute reden om het weer te doen. Ja, je haalt het al even aan. Die samenwerking die is nog intensiever dan dat het de afgelopen jaren misschien al was. Kun jij eens aan de kijkers uitleggen hoe dat precies in elkaar steekt dit seizoen? Ja, voorheen waren we met een aantal specialisten iets meer, niet zozeer ad hoc, maar met wat minder disciplines waren we ondersteunend aan Almere City. Hè, dus meer het campagnematige stuk om doelstelling te halen als ticketverkoop of zichtbaarheid of af en toe een kleine e-mailcampagne. En uiteindelijk zijn we dus nu ook veel meer in de content, in de regie en ook in het strategische stuk zijn we nu betrokken. Hè, dus wat meer vooraf, waardoor we ook wat meer controle hebben uiteindelijk op het campagnestuk en op de invulling. Iets wat we zelf ook heel graag wilden. En dat zie je dus dit jaar terug. Dus we hebben een soort van dreamteam hebben we het samen genoemd. Samengesteld uit een stuk of 10 specialisten. Met verschillende specialisaties natuurlijk. Die eigenlijk van begin tot eind betrokken zijn bij alles wat er online gecreëerd wordt.
En dat betekent dat we veel op de club zijn, bijna dagelijks op de club zijn. Lopen collega's, die lopen daar rond. Vanavond bij de wedstrijd natuurlijk ook weer. En dat wordt steeds intensiever en dat is hartstikke mooi. John, jij ziet de collega's van Robin natuurlijk ook veel op de club rondlopen. Ja. Content schieten, inderdaad. Strategisch meedenken. Volgens mij is iedere maandag een overleg bij ons op de club. Ja, hoe we de contentweek weer gaan insteken. We zitten natuurlijk nog vroeg in de eerste periode. Vroeg in het partnership zoals het dit seizoen loopt. Maar eerste bevindingen tot nu toe, John? Nou ja, goed. Hè. Dit is een heel relevant partnership. Dus die mannen die ondersteunen niet alleen de club financieel, maar ook met hun expertise en netwerk. En daar worden we ook echt gewoon beter van. Dus dat is echt een win-win. En ik zie inderdaad dan dat het Dreamteam regelmatig langskomen. Ik zie ook Robin en Marcel natuurlijk regelmatig langskomen bij de sportactiviteiten. En ook daar zijn ze uiteindelijk spelen ze een belangrijke rol. Want ja, Robin laat zien dat je niet per se goed hoeft te zijn in sport om het toch leuk te hebben daar. Dus ook dat is belangrijk gewoon. Om, die competitieve strijd tussen jullie, dat blijft altijd wel. Zelfs als we in een televisieuitzending zitten, dan kunnen jullie het niet laten om af en toe een klein steekje onder water te geven. Oh, dat was niet zo bedoeld hoor. Oh, oké. Okay. Wellicht valt alleen mij dat dan op. Ja, ik onthoud het inderdaad. Als ik dan toch nog even met jou mag gaan, Robin. Er zullen ongetwijfeld hoogte- en dieptepunten zijn geweest. Ik denk dat het misschien wel een dieptepunt de coronacrisis natuurlijk ook geweest is tijdens de partnerships de afgelopen jaren. Heb je meerdere dieptepunten misschien nog kunnen zien? Of heb je vooral hoogtepunten meegemaakt de afgelopen jaren? Nee, ja, kijk, dieptepunten. Natuurlijk heeft iedereen last gehad van corona. Maar ja. ik denk dat je wel mag kunnen stellen dat de club er alles aan heeft gedaan om toch te kijken waar kan wat wel. En dat alle sponsoren, of nou kleine of grote sponsoren zijn, toch op een bepaalde manier betrokken zijn. Dus dat is hartstikke goed gegaan. Dieptepunt, tenminste dieptepunt, gewoon een teleurstelling was voor ons het dan uiteindelijk het net niet halen van inderdaad bepaalde sportieve prestaties met Almere City. Hè? Dus net er bijna bij zijn en dan toch niet promoveren. Dat is jammer. Maar desalniettemin hebben we superveel hoogtepunten gehad. Een uitverkocht stadion, een seizoenkaartcampagne met 4-5 die goed liep. Zeker ook in die periode. En toch die blijdschap zien, denk ik, van zowel businessclubleden als fans door te doen wat wel kan. Dat vond ik hartstikke mooi. Ja. Jullie zijn natuurlijk binnengekomen, dat is ongeveer een jaar of 6 geleden bij de club. Met Aziz, destijds nog gewoon als business partner. De club was toen een stukje kleiner dan dat hij nu is. Ook de businessclub natuurlijk, maar ook de hele allure rondom de club zelf. Ervaar jij nog steeds de familiaire sfeer en de gebroedelijkheid die er destijds ook ging natuurlijk? Ja, vind ik wel. Ja? Ik weet nog wat mij heel erg opviel. Ik had Aziz inderdaad gevraagd om mij een keer mee te nemen. En met name het businessclub diner is mij altijd bijgebleven. En dat de sfeer die er hangt, de aandacht die John geeft of aan alle andere leden. Aan iedereen die daar dan komt. En de sfeer en de vibe tijdens zo'n diner. En hoe belangrijk dat eigenlijk is voorafgaand aan de wedstrijd. En klopt, we zitten nu volgens mij regelmatig op 200 couverts of wat dan ook. Ja. Maar juist door het inzetten van die selecte tafeltjes creëer je nog wel steeds die sfeer. Je wordt goed opgevangen, nog steeds boven. Misschien zelfs beter dan destijds. Dus ondanks dat het wat in mijn optiek een stuk groter is geworden, is de vibe en de sfeer voor mij nog hetzelfde. Ervaar je dat ook zo, John? Wat gebeurt er vanuit de bovenkant van de club, om het zo even te noemen, om die sfeer toch, ondanks dat de club steeds groter groeit, wel te blijven behouden? Laat ik vooropstellen dat de vraag of we daarin slagen ligt inderdaad aan de overkant van de tafel, ja. Onder andere. Dus we doen ons best, hè, maar het is heel fijn dat het blijkbaar nog steeds zo wordt ervaren. En laten we eerlijk zijn, dat wordt natuurlijk steeds moeilijker. Hè, naarmate er meer mensen bijkomen en we krijgen meerdere ruimtes, grotere ruimtes die we moeten vullen. Dus, maar vooralsnog gaat dat inderdaad nog goed en maken we er ook gebruik van. Hè. Laten we ook eerlijk zijn, we zijn nog steeds relatief gezien een kleine club. En dat geeft helemaal niet, sterker nog. Van die kleinschaligheid moet je ook weer gebruik te maken door inderdaad nog steeds heel persoonlijk met elkaar te blijven werken. En in ieder geval elkaar zoveel mogelijk te spreken. Rondom wedstrijden, maar natuurlijk ook op al die sportochtenden en andere bijeenkomsten. Ja. En dat doen we met z'n allen. En dat doen wij, denk ik, met een heel goed team. Met mensen die het ook echt leuk vinden om die interactie te bewerkstelligen. Maar laten we ook zeker niet vergeten dat we ook natuurlijk een stel geweldige sponsoren bij elkaar hebben verzameld. Die het ook heel erg leuk vinden om met elkaar om te gaan. En ook met ons om te gaan. Dat partnership werkt in ieder geval tot nu toe heel erg goed. Ja. Volgens mij ook inderdaad. Ja, dat scheelt een stuk. En ik denk ook nog steeds de setting waarin alles gebeurt. En niet veel verschillende business lounges en alles inderdaad bij elkaar. Iedereen gemixt. Ik denk dat dat in mijn optiek nog steeds een goede basis is. Juist voor die goede sfeer tussen iedereen.
Ja, ja. Ja, dat levert aan de andere kant ook regelmatig complicaties op. Hè, omdat je ook wel eens moet of wil segmenteren. Maar dat weet je ook alles van, Tim. Maar dat gaat niet. En daarom zeg ik al, dan maak je daar maar een voordeel van. En dat, tot nu toe legt ons dat geen windeieren. Volgens mij ook niet. We gaan straks met jullie vooruitkijken naar twee wedstrijden, Marlies. Want we spelen deze week twee wedstrijden. Eerst een uitwedstrijd tegen Jong AZ. En vervolgens vrijdag een thuiswedstrijd tegen FC Den Bosch. Maar voordat we daar op vooruit gaan blikken, kijken we nog heel eventjes naar de laatst gespeelde thuiswedstrijd. De 3-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Top Os. Mooie beelden van de laatste thuiswedstrijd in het Jan Maar Stadion tegen Top Os. 3-0 gewonnen. Het eerste doelpunt, John, kwam op naam van Faiz Matoir. Zijn doelpunt is ook verkozen tot doelpunt van de week. Moet jou niet verrassen, denk ik. Nee, ik wist dat niet eerlijk gezegd. Maar het verbaast mij niet. Schitterende goal. Schitterende goal, inderdaad. Ja. Robin, ik neem aan dat jij op jouw business sheet ook op de stoel stond. Zeker, de bal kwam op ons af in die richting. Je dook bijna weg, denk ik. Ik dook zeker bijna weg. die zat er heel goed in. Prachtig. Leuk. Nee, was een goede wedstrijd inderdaad. Valse start tegen VV Venlo kunnen herstellen. Hopelijk kunnen we dat vanavond tegen Jong AZ uit natuurlijk een vervolg geven. Helaas wel zonder Faiz Matoir, die licht geblesseerd is geraakt op de training afgelopen zaterdag. Ja. Maar goed, wie weet weten we hem weer gelukkig hopelijk weer klaar te stomen voor aankomende vrijdag tegen Den Bosch thuis. John, nog heel kort eventjes over het vorige seizoen. Ligt inmiddels natuurlijk alweer even achter ons. Hele voorbereiding gehad. De eerste wedstrijden in de keukenkampioendivisie 22-23 zijn alweer gespeeld. Mm-hmm. Wat zijn de grootste takeaways voor jou en voor het team Almere City? En dan bedoel ik voornamelijk het kantoorteam uiteraard. Van afgelopen jaar? Van afgelopen seizoen, ja. Eigenlijk wel dat wij erin geslaagd zijn om anticyclisch te blijven groeien. Dus en Robin refereert net al even aan het jaar daarvoor. Hè, met natuurlijk een heel jaar corona, of bijna een heel jaar corona. Waarbij we er ook in geslaagd zijn om destijds het stadion uit te verkopen met hulp van SNS en tegelijkertijd ook de businessclub weer te laten groeien. En afgelopen jaar hadden we niet alleen ook nog een restje corona, maar ook nog een keer te maken met toch zwaar sportief tegenvallende resultaten. En wederom zie je dat de businessclub in ieder geval gegroeid is. Dat we ook de mensen op de tribune, onze supporters, aan ons zijn blijven binden. En dat zij zich, en dan kan ik niet genoeg zeggen, van een fantastische positieve kant hebben laten zien. Door het team, ook op het moment dat het heel slecht ging, gewoon onvoorwaardelijk te blijven steunen. En dat blijft gewoon fantastisch. En dus eigenlijk zijn wij als club in die zin toch een soort van onaantastbaar. En blijft die groei zich maar doorzetten. En dan kan je natuurlijk gaan focussen op alle dingen die afgelopen seizoen niet goed waren. Want die waren er natuurlijk wel degelijk.
Maar als onderaan de streep, als je dan toch weer ziet dat je op allerlei manieren de doelstellingen die je stelt, dat je die wel, wel haalt en weer groter wordt. Dan geeft dat wel een heel goed gevoel. En ook veel vertrouwen voor de toekomst. Die toekomst is sinds een paar weken weer begonnen. Ja. En er gaat veel vertrouwen in dat we dit jaar in ieder geval sportief gezien wel dan de stappen gaan maken die we voorgenomen hebben. En dat de club verder blijft groeien, zowel qua supporters als sponsoren. Ja. Heb jij daar een verklaring voor? Dat we afgelopen seizoen toch een sportief minder seizoen hebben beleefd uiteraard. Maar dat de businessclub blijft groeien. Dat het sportersaantal blijft groeien. Seizoenkaarthouders aantal blijft groeien. Spelers als een Jerdy Hilterman, Anthony Limbombe die naar de club toe komen. Heb je daar een verklaring voor? Of komt dat voornamelijk om het beleid wat we de afgelopen jaren hebben gevoerd, dat sportieve mindere jaar daar niet superveel invloed op heeft? Laat ik vooropstellen dat natuurlijk nooit de bedoeling is. En dat je ook wel heel kritisch moet kijken dan daarna. Maar dat het natuurlijk ook beter moet. En dan heb ik ook nodig aanpassingen gedaan, ook in de sportieve organisatie. Om te voorkomen dat we nog een keer zo'n jaar zouden draaien. Alhoewel je dat natuurlijk, dat weten we allemaal, nooit 100% kan voorkomen. Maar nee. Daar ga je natuurlijk wel alles aan doen. En op je vraag terug te komen, waarom die groei? Kijk, we zijn natuurlijk gewoon een redelijk compacte club. We zijn ook de jongste betaald voetbalorganisatie van Nederland. Dat betekent ook dat je natuurlijk wel geacht wordt om te groeien. Ja. Ook nog een keertje in een stad die ook keihard groeit. En ook natuurlijk een ultieme challenger is. Dus zonder die meteen de glans dan van onze prestatie af te halen. Het is natuurlijk ook wel een voorwaarde. Of eigenlijk ook wel een logisch gevolg van club en stad, van de leeftijd van club en stad, dat je groeit. Ja. Alleen je zegt altijd, wij zijn wel in staat om die groei eventueel te bespoedigen. Ja. Door goed en slim te werken. En daar zijn we hard mee bezig. Daar ben ik tevreden over. Eerste thuiswedstrijd was in ieder geval meer supporters dan de reguliere openingswedstrijden die wij in het Janmarstadion hebben gehad. Merk jij op social media bijvoorbeeld, waar jullie jullie expertise in hebben en deze expertise nu ook delen met de club, merken jullie daar ook een goede groei in rondom de club? Ja, klopt. Zowel qua volgers als qua bereik als qua positieve impact. We meten ook inderdaad hoe positiever gesproken wordt over de club en over alles rondom Almere dan in dit geval. En natuurlijk, vorig jaar merkte je helaas en heel logisch soms ook wat negatieve berichtgevingen. Maar je merkt, en dat is ook gelijk weer het nadeel van alles op het gebied van sport natuurlijk. Maar zodra het goed gaat, zoals inderdaad afgelopen vrijdag. Als je wint, dan heb je vrienden. Dus ja. Dat merk je ook gelijk online. Maar goed, je ziet het ook terug in de interactieratio's. Je ziet het terug in de engagement. Dus hoe betrokken mensen bij bepaalde berichten zijn. Dus je merkt dat jaar op jaar. En natuurlijk hebben we ook iets meer data, waardoor we daar een klein beetje op kunnen sturen. Mm-hmm. Maar je merkt in ieder geval vanuit de stad dat het veel meer leeft. En dat merk ik trouwens om me heen ook. Toevallig vandaag nog twee nieuwe businesspartners voorgedragen aan Wouter. Jongens waarvan grappen werden gemaakt afgelopen week. Dat die echt al de afgelopen 2-3 jaar al meerdere keren uitgenodigd waren voor Almere City. En eigenlijk nooit wilden, konden. Toegehad hebben. Geef een naampje. Ja. En nu gewoon direct eigenlijk na 1-2 keer wedstrijdbezoeken overgaan tot businessclub lidmaatschap. Ja. En dat is toch super positief. Mm-hmm. Absoluut. Absoluut. Met Almere City FC zijn we uiteraard een organisatie in ontwikkeling. Ook in het afgelopen seizoen zijn er veel nieuwe medewerkers weer begonnen bij de club. Eén daarvan is Johan Hansma. Hij zat hier de vorige keer bij mij aan tafel, John. Mm-hmm. Hoe bevalt het werken met hem tot nu toe? Heel goed. Het zou ook heel kort op de bocht zijn om niet te zeggen dat super dat niet zou goed zou zijn na een paar weken. Nee, maar dat gaat heel goed. En die maakt eigenlijk alle verwachtingen daarin waar. Het is een baken van rust en ook professionaliteit. Heeft natuurlijk het een en ander meegemaakt, ook als voetballer en als technisch manager en als zaakwaarnemer. Nou, dat was ook het profiel wat we zochten. En ik vind het mooi om te zien hoe hij werkt. Dat doet hij overigens met Mark de Vries. Mark de Vries is ook de scout die hem assisteert. Dat wil ik ook nog een keertje noemen. En ik vind het mooi om te zien hoe zij ons eigen stukje groene gras zoeken. Om een beetje in voetbaltermen te blijven. Ja. Het was voor ons zeker dit seizoen heel lastig om Nederlandse spelers te halen die voldoen aan het door ons gewenste niveau. Dat heeft ook wel eens te maken ook met de ontwikkeling in de keukenkampioendivisie en daarmee ook Eredivisie.
Dat betekent ook dat we een aantal buitenlandse spelers hebben, meer dan ooit. En die worden wel heel gedegen, heel professioneel, worden die uiteindelijk in beeld gebracht en uiteindelijk naar Almere gehaald. En tot nu toe, en ik weet, we zijn net begonnen, maar tot nu toe maken die ook echt een hele goede indruk. En tillen die ook het team naar een volgend niveau. En dat is echt heel mooi om te zien. Dus ik ben er heel tevreden over. Robin, jij hebt Johan afgelopen zaterdag natuurlijk bij de kick-off van de Business Club ook gezien in Poortdok op Strandfestival Zand. Welke indruk maakte hij op jou? Ja, goed. Ik had hem ook al even bij VV even kort gesproken. En met name ook hoe hij uitlegt hoe ze dan op zoek gaan naar nieuwe spelers. En hoe ze dat hij was heel erg open over het hele filter, dat selectieproces. En er waren ook bepaalde vragen door andere Business Club leden gesteld. Ja. Leg dan eens uit hoe dat dan gaat, want dat weet eigenlijk natuurlijk niemand hoe dat achter het schermen gebeurt. En het was mooi om te zien hoe hij dat dan uitlegt. Ik denk ook door zijn rol als ooit scout en zaakwaarnemer dat twee keer scheelt. Dat hij weet wat hij moet doen en hoe die. Dat legt hij trouwens inderdaad ook uit. Dat hij dan bijvoorbeeld de spelers rechtstreeks probeert te benaderen als dat kan. Ja, dat is mooi om te horen. Gedegen man die denk ik goed genoeg weet wat hij doet. Dat denk ik ook. Over spelers benaderen betrokken, John. De transfer deadline duurt nog een paar dagen. Mm-hmm. Zijn er nog verrassingen die eraan zitten te komen? Ik weet wat jij verrassend vindt. Alles met een voor- en een achternaam. Zonder gek, hè. Daar kijken we naar. Het is sowieso natuurlijk. Het is aan de ene kant. Dat wil ik ook wel zeggen, blijft het lastig voor ons als Almere City zijnde. Wij weten natuurlijk als geen ander wat onze identiteit is en waar wij voor staan. Tegelijkertijd zitten we natuurlijk met clubs met grotere budget om ons heen. Maar ook gewoon meer historie. Dus ook voor de tribunes. Je merkt nog steeds dat je daardoor wel eens moet afleggen tegen dat soort clubs. Met natuurlijk ook benadrukken dat wij natuurlijk een heel aardig budget hebben. Natuurlijk vooral mede en vooral mogelijk gemaakt door de Kronenberg Groep, de eigenaar van onze club. Maar dat we er wel met z'n allen voor kiezen om dat ook voor een heel groot deel natuurlijk in de facilitering te stoppen. Hè. Dus wij hebben een accommodatie en dat hoor je ook echt gewoon voetbalbreed. Waar heel veel clubs jaloers op zijn. We hebben natuurlijk ook een staf die zowel in aantal als in expertise ook echt heel goed is. En dan wat ik zeg, tot de bovenkant behoort. En ook natuurlijk een academy die succesvol is. En dat komt ook niet vanuit het niets. Hè. Er zitten ook natuurlijk kundige mensen achter en ook prima faciliteiten achter. En dat moet uiteindelijk op termijn, we groeien daardoor duurzaam, uiteindelijk gaan renderen. En daardoor moeten de jongens ook bij ons willen gaan voetballen. Nou, je noemde net al wat namen. Hè? Ja. Dat zijn echt jongens die daarvoor hebben gekozen. Die denken dan bij ons, door die facilitering en door die expertise die er zit, de volgende stap te maken. En het is aan jou en de taak om meer jongens op die manier te interesseren voor Almere City. En of we dan in de komende dagen nog wat gaan doen, dat zou zomaar kunnen. Maar ik geef het je te doen, want tegelijkertijd moet de balans met jong talent en wat meer ervaren spelers bewaakt worden. Je wil niet de deur slot gooien voor jongens die zich vooral het afgelopen jaar natuurlijk heel goed ontwikkeld hebben. En tegelijkertijd is ook ervaring weer een groot goed, zeker in deze divisie. En daar worstelt Johan as we speak mee. Ja. En het zou kunnen leiden tot nog één of twee moves ingaand of uitgaand. Maar het zou ook heel goed zou kunnen zijn dat we dat laatst als het is. Lastig. Ga je daar wat mee? Zeker, dankjewel. Ja. Ik vind dat je heel erg lang toewerkt naar... Succes. Geen nieuws. Ja, geen nieuws inderdaad. Ja. Naast dat Johan uiteraard 1 april bij ons is komen te werken bij Almere City FC, hebben we ook sinds kort een nieuwe manager Almere and the City in de persoon van Erwin Duits. Ja. Wat gaat zijn voornamelijke rol zijn bij de club? Het goede werk van Patrick Postuma, die samen met Christian Wiedemann verantwoordelijk was de afgelopen jaren voor Almere in the City, doorzetten. Ja. Ja, Almere in the City platform waar voetbal en stad samenkomen, waar we activiteiten omarmen, initiëren die ook goed zijn voor club en stad. En wat gewoon heel belangrijk voor ons is. Sowieso vind ik dat we een morele verplichting hebben naar de stad toe, naar onze achterban toe. Om die op allerlei manieren te helpen aan een nog leuker, slimmer, veiliger, gezonder Almere. Het is ook een beetje ons DNA geworden. Met spelers als projectleiders die daar een belangrijke rol in spelen. En we kunnen er ook gewoon eerlijk in zijn dat het ons ook oplevert in de zin van draagvlak in de stad. Dat is natuurlijk ook gewoon een imago boost als je op allerlei manieren je clubnaam aan mooie initiatieven kan verbinden. En het brengt ons ook in contact met soms ook met grote bedrijven die er niet voor hebben gekozen in eerste instantie om het voetbal te sponsoren. Maar die wel via dit soort initiatieven dan toch bij de club binnenkomen. Ja. En dat is ook prachtig. Dus het dient heel veel verschillende doelen. En aan Erwin de taak om dat verder te ver voor maken.
Daar gaat hij ongetwijfeld zijn best voor doen. De indruk, ja. Heb jij Erwin ook al ontmoet op de club? Afgelopen weekend. Afgelopen zaterdag uiteraard op Zand. Daar komen veel dingen samen inderdaad. Op mij maakt hij tot op heden echt een goede indruk. Dus ik denk dat hij daar het juiste poppetje op de juiste plek is. Iets wat ook steeds meer zijn beslag aan het krijgen is. En binnenkort echt goed van start gaat. Naar de pilotversie fase uiteraard. Die in mei, als ik het goed zeg, uit mijn hoofd heeft plaatsgevonden. De fitste club. Kun je daar nog iets meer over toelichten? Het eigenlijk concept. Net iets te vroeg. Kijk, Fietse Club, dat hanteren we al een tijd voor het programma voor sponsoren. Hè. Al 6-7 jaar lang wordt iedere doordeweekse ochtend gesport. Nou, ik heb het net met een geintje naar Robin. Ik verlies altijd voor Robin trouwens. Ja. Een disclaimer. Ja, maar, dat staat erop, hè? Ja, ja. Maar het, dus iedere dag een andere sport. Dat werkt gewoon fantastisch. En ik denk ook dat misschien ook wel het goud is, zeg maar, van de Business Club. Dat willen we heel graag doorvertalen ook naar onze supporters. Afgelopen jaren al een eerste zet gedaan door in het laatste kwartaal van het seizoen wat activiteiten voor ze te organiseren en uiteindelijk sportschoolbezoek mogelijk te maken. Nou, zij krijgen het komende jaar nog allerlei sportieve incentives en dan heb ik het over de seizoenkaarthouders die we in beweging willen gaan brengen en houden. Met onze sponsoren gaan we dat verder doen. Er is een fitste bedrijf format. Dat is al klaar. En dat wordt binnen nu en twee weken geïmplementeerd bij een aantal grote sponsoren. We hebben de medewerkers van die partijen ook in beweging gaan brengen. En in september, medio september, komt er een grote activatie. Waar eigenlijk alle clubmedewerkers, spelers, staf, medewerkers van kantoor een rol in gaan spelen. En dan laten we zien waarom vitaliteit eigenlijk de kapstok is van alles wat wij doen. We zijn de top van de organisatie tenslotte van Flevoland. En staan voor een gezond leefpatroon. En dat gaan we dan uitdragen met elkaar. En dat is een beetje de rode draad door het komende seizoen. Ja. Veel mooie zaken daaromtrent in het verschiet, zeker, hoor maar. Ik. Ja. Robin, jullie hebben ook een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van het concept De Fitste Club. Jullie hebben onder andere de app gebouwd. Klopt. Kun je ons dus meenemen in dat proces? Ja, zeker, zeker. Dat is uiteindelijk een native app geworden, om het even wat technischer te maken. Maar dat is gewoon een app uit de app stores. Ja. Ook overigens ook credits naar WeFitter. Dat is een partij waar we samen mee hebben gewerkt. Die is eigenlijk verantwoordelijk voor alle koppelingen van Fitbits, Google Fit, Apple Health en dat soort zaken. Ja. Dus die hebben eigenlijk een platform, of een stukje technisch code eigenlijk, om zo te zeggen, gecreëerd. Waar wij een app omheen hebben gebouwd. Waardoor we samen met Almere City dus binnen die app challenges kunnen organiseren. Waarbij zij supporters of bedrijven in de toekomst dan kunnen enthousiasmeren om in teamverband te gaan strijden. Ja. En eigenlijk alles wat je ziet en doet daar binnen die app, dat hebben wij dan gebouwd. Nou, mooi dat jullie naast het partnership natuurlijk wat we dit seizoen met elkaar hebben, maar dat jullie ook ons op dat soort gebieden weten te ondersteunen. Jullie zijn in januari ook verkozen tot Almeers bedrijf van het jaar. Klopt. Volgens mij drukken jullie je stempel steeds meer hier in de regio, voornamelijk Almere, maar uiteraard ook in Flevoland. Kan je ons nog eens door het juryrapport meenemen waarom jullie Almeers bedrijf van het jaar zijn geworden? Ja, duurzaamheid, maatschappelijke betrokkenheid is een belangrijke pijler. Groei, werkgelegenheid, dat waren de belangrijke aspecten voor in ieder geval de jury om ons daarmee de prijs te geven. Wij proberen als organisatie, overigens ook samen met jullie vanuit Almere City, maar eigenlijk zoveel mogelijk in te zetten voor elke type doelgroep die je maar kan bedenken in Almere. Waarbij we ons met name ook wel proberen te richten op de jeugd en op kinderen. En dat valt op. Dus we proberen zoveel mogelijk initiatieven bij te dragen, te sponsoren en te helpen waar dat kan. Duurzaamheid staat bij ons hoog in het vaandeel. We zijn op social natuurlijk best wel zichtbaar. Je ziet de gezelligheid bij ons op kantoor, dat valt op. We groeien best wel prima, zowel qua klanten als qua personeel. En dat tezamen, denk ik, dat uiteindelijk de jury besloten om ons die prijs te geven. Prachtige prijs uiteraard. Prachtige die prijs. Pakken jullie niet meer af. Heeft jullie dat ook nog iets gebracht, die mooie eretitel? Ja, nee, tuurlijk, los van exposure zorgt dat er ook voor dat je in bepaalde pitches dat net dat extra stapje kan zetten. Overigens doet de partnership met Almere City zonder gekkigheid dat ook. We hebben op kantoor heel slim zo'n Almere City Wall met ons shirt erop. Ja, die heb ik wel eens gezien inderdaad. Die gebruiken we vaak voor de teams meetings. Werkt ook altijd. Maar zonder gekkigheid, zeker die prijs in combinatie met bepaalde andere prijzen zorgt er toch voor dat je als organisatie of serieus wordt genomen of waarvan mensen iets van, dat is een organisatie waar we graag ons steentje bij willen dragen. En dat zagen we overigens ook tijdens die stemperiode. Ik vond het mooi om te zien dat je niet alleen collega's zag juist de stemmen proberen te werven, maar ook klanten en vrienden van klanten. En dat is natuurlijk super mooi. Ja,
Absoluut. En ik denk dat wij als club heel trots mogen zijn dat wij met de Almeerse onderneming van het jaar op de borst mogen spelen. Dat dacht ik wel. Ook vanavond weer bij de uitwedstrijd tegen Jong AZ. Je haalde het Dreamteam net al eventjes aan. Wat gaan zij vanavond voor de club doen? En uiteraard aankomende vrijdag rondom de thuiswedstrijd tegen FC Den Bosch. Nou, wat we bij de wedstrijddagen doen is natuurlijk gewoon het actieve social media onderhoud, het Twitter onderhoud. Dus eigenlijk alle online berichtgeving met uitzondering van de persbericht. Dat wordt natuurlijk gewoon door Perry vanuit media wordt dat gedaan. Maar alles wat je op social media vanavond ziet, dat doen wij. We zijn al een beetje bezig om de social stijl samen met Rick, de art director, Rick Oomkens, te gaan verder professionaliseren. Dus een bepaalde stijl door te voeren. Dus dat is iets wat jullie in de nabije toekomst nog steeds meer zullen gaan zien. Het tipje van de sluis, de matchday visual die nu online staat, is al meer in die richting. Dus vanavond is gewoon actief social media beheer. Dus staat een collega langs de lijn en die zal alles proberen vast te gaan leggen. Vast te gaan leggen en op een goede manier de wereld in te zetten. Zo is het. Leuk. Dan nog eventjes naar die wedstrijd van vanavond en van aankomende vrijdag tegen Den Bosch. Al mijn gasten laat ik graag voorspellen. John, ik neem aan dat jij de feitjes en de statistieken voor de wedstrijden van vanavond en hopelijk die van aankomende vrijdag al hebt doorgenomen. Denk het ook. Wat mag ik voor jou noteren? Allereerst te beginnen met die wedstrijd van vanavond. Vanavond dan hou ik mij maar vast aan de oefenwedstrijd die we onlangs tegen elkaar hebben gespeeld. Ja. Dus ook in Wormer. En hier worden we met 1-3. En dat is een uitslag waar ik heel erg goed mee zou kunnen leven vanavond. 1-3 voor John? Ik wilde 1-2 zeggen. Ik denk dat bij de jong teams op de maandag was het kan toch altijd wat lastiger zijn. Dus ik verwacht wel dat ze een keer zullen scoren. Maar scoren. Wat jullie betreft de punten dus mee terug in de bus naar Almere toe vanavond. Ja, 100 punten. Het zijn er maar 3 voor de volgende wedstrijd. En aankomende vrijdag, John? Den Bosch thuis. Aankomende vrijdag hoop ik sowieso dat stadion goed gevuld is. Ja. Dat was afgelopen week natuurlijk helemaal niet verkeerd, midden in de vakantie. Nee. Ik vond het ook fantastisch om te zien dat ons fanatieke vak, zeg maar, dat vak D, hoe vol het was en hoe ze die zich ook manifesteerden. Ja. Dus dat wil ik zeker benoemd hebben. En ik hoop en ik reken ook op ze voor aanstaande vrijdag. En als het gaat om een uitslag, dan denk ik dat we die wedstrijd met 2-0 winnen. 2-0. Ik denk 3-0. 3-0. Ja. 6 puntjes deze week hoor ik, man. Ja, nou goed. We gaan het zien. We gaan het zien. Maar het is altijd leuk om daar een beetje over te praten. Wat denk een beetje te voorspellen. Ja. Wat denk ik zelf? Ik denk dat wij vanavond een nipte overwinning. 1-2 denk ik. En ik denk dat we vrijdag wel... dan heb ik er wel goed vertrouwen in eigen huis. Wat je al zegt, hè? Vak D, vak C3. De fanatieke vakken bij ons in het stadion die er dan even goed achter gaan staan. Ik hoop dat die jongens dat een beetje vleugels geeft. Hopelijk voor iets. Maar het waren er weer bij op de vleugels. Ja. En dan weer het doelpunt van de week van hem. Dus 3-0, 4-0 misschien. Zo. Hij is niet bang. Niet bescheiden, nee. Hij is niet bang, inderdaad. Doe maar. Tickets voor de wedstrijd aankomende vrijdag tegen FC Den Bosch. En uiteraard nog te krijgen via tickets.almerecity.nl. Mag ik ergens op terugkomen? Uiteraard, John. Het is mijn programma, maar goed. Vertel. Nou ja, daarom. Dus ik vraag het keurig. Nee, kijk, Robin zit nu tegenover mij. Ja. Ik wil nogmaals de waardering ook uitdragen naar SNS. Dat ze ook dit jaar weer in de eerste periode op onze borst staan. Dat nemen we niet voor granted. Dat zeggen we ook regelmatig tegen elkaar. En dat wil ik ook tegen Robin zeggen. En Robin zegt daarmee ook symbool voor de andere periode sponsoren. Ook voor Ultimum en PLS, die naast Kronenberg op het shirt staan. Zeker, voor Sharp, die de bekercampagne weer voor zijn rekening neemt. Voor Ruiterheer, die het Academy shirt. Waar de naam van Ruiterheer op het Academy shirt staat. Ja. En uiteindelijk ook alle andere sponsoren die erachter zitten. Fantastisch om die trouw te ervaren. Maar ook de proactiviteit om iedere keer weer... dit soort initiatieven te ondersteunen. En daar zijn we heel erg blij mee. Hetzelfde geldt ook voor ECFM. We zitten hier uiteindelijk in samenwerking met ECFM. Ja. Een aantal jaren snuffelen we aan elkaar. En uiteindelijk komt het nu goed door dit soort dit programma. En onder andere de radio-uitzendingen. Waar jij natuurlijk een heel belangrijke rol in speelt. En dan kom ik tenslotte uit bij jou. Ik vind dat je het geweldig doet. En je bent een man van vele talenten. Als een stadionspeaker en commercieel talent. Ja. Dus de dank is groot en de waardering is groot ook naar jou. Dankjewel. En ik dank jullie heren dat jullie bij mij aan tafel wilden schuiven vandaag. Ik vond het ontzettend prettig gesprek. Mooie uitslagen voorspeld en een goed gesprek gehouden. De wedstrijd van vanavond tegen Jong AZ is uiteraard, zoals John net al aangaf, te horen op EasyFM. En uiteraard hopen we dat je er aankomende vrijdag bij de thuiswedstrijd tegen FC Den Bosch in het Jammerstadion weer vol achter gaat staan bij ons. En tickets daarvoor zijn te krijgen via tickets.almerecity.nl. Nogmaals dank, ook namens de heren aan tafel. Fijne avond.